De regering neemt de uitbraak van het rotavirus zeer serieus. Er wordt absoluut veel aandacht hieraan besteed. Zo reageerde minister Albert Ramdien als coördinator van de regering op donderdag 11 augustus in de Nationale Assemblée. De bewindsman gaf onder meer aan dat de samenleving in verschillende talen via radiostations wordt geïnformeerd over het virus en de maatregelen die hiertegen genomen worden. Ik wil nadrukkelijk stellen dat de regering de uitbraak van rotavirus nu vastgesteld zeer serieus neemt. Er is absoluut enorm veel aandacht besteed in de afgelopen 5-6 dagen door het ministerie. En de minister is in het land, is op verschillende media, is op YouTube. Er is informatie verschaft. Dus jammer dat u dat niet heeft kunnen volgen. Ik kan u meegeven, los van het bericht wat u heeft voorgelezen daarnet, voorzitter, dat in verschillende talen, bij verschillende radiostations, in het Sranang, in Suriname, in Aukaans, in Javaans, in het Nederlands, informatie wordt verschaft aan de bevolking. In de eerste plaats om ze te informeren over welke maatregelen getroffen moeten worden. Dat is heel nadrukkelijk onmiddellijk gedaan. Afgelopen dinsdag is het hele team bijeengekomen op het ministerie om te bespreken wat gedaan moest worden. Dat zijn niet alleen de regeringsautoriteiten, maar ook de ziekenhuizen, Nationale Ziekenhuisraad, de doktoren, alle kinderartsen, allemaal zijn bijeen geweest op het ministerie om te bespreken wat gedaan moest worden. Dus ik wil heel nadrukkelijk stellen naar de bevolking toe dat de zorg er is. Ik wil wat meer specifieker ingaan op een paar zaken die zijn genoemd. De spoedpolies die zijn geopend, die waren al in de planning voor per 1 september om geopend te worden. Die zijn nu reeds opengesteld voor langere duur, met name daarvoor. Er is gesproken met de eerste lijnzorg, de RGD, huisartsen met VMS, dat zij dus nadrukkelijk de eerste lijnzorg vervullen en niet iedereen, niet alle kinderen, onmiddellijk sturen naar spoedeisende hulp. Omdat je daardoor daar een overmatige situatie krijgt waarbij met beperkte capaciteit die er is aan vele kinderen moet worden gewerkt. De andere ziekenhuizen zijn ook betrokken. Het Slans Hospitaal is ook betrokken bij de eerste opvang, als ook de andere ziekenhuizen. De afspraak is dat de opvang overal kan plaatsvinden, elk ziekenhuis. Maar daarnaast de spoedeisende hulpfaciliteiten die zijn, u heeft de namen genoemd, Latour en Limesgracht ook. De opnamecapaciteit, dat is ook genoemd, er is geen tekort aan bedden op dit moment, laat me dat nadrukkelijk stellen. Uiteraard wordt een groot deel van de beddencapaciteit gebruikt, maar het Slans Hospitaal heeft bevestigd dat zij bedden, kinderbedden beschikbaar hebben. Diakonesse ziekenhuis heeft dat aangegeven, als ook het Wanica ziekenhuis. Daarnaast is ook gekeken naar de mogelijkheid, indien die bedden bezet zouden raken door omstandigheden die wij niet willen, dan is het ook nog gekeken hoe wij volwassen bedden kunnen gebruiken voor de zorg. Dus in termen van opnamecapaciteit is niet de beddencapaciteit een probleem. Er is meer het personeel dat tekort is. En daar wordt ook aan gewerkt, het mobiliseren van personeel. Ook van COFAP is aangegeven dat zij een aantal personen hebben opgeleid. Nu is het zo dat nu het duidelijk is om welke virus het gaat, dan gaat het voornamelijk om preventie en vandaar die voorlichting die nadrukkelijk op gang is gekomen. Hygiëne is belangrijk en dat zal gewoon in verhevigde vorm doorgaan. Ik heb ook aangegeven, of laat ik meteen aangeven, dat het ministerie continu aan het monitoren is. Er is geen sprake van gebrek aan medicatie. Infuus is aangeleverd eergisteren naar alle ziekenhuizen. 6000 liter aan infuus materiaal is voorhanden. Dus in termen van de zorg, vanuit een medisch oogpunt, is ons geïnformeerd dat die zorg er is. Er is een capaciteitsissue met betrekking tot personeel. En daar wordt ook aan gewerkt door het mobiliseren van ander personeel van ziekenhuizen naar de verschillende instanties
en locaties waar zorg wordt geboden. Er wordt ook gewerkt met internationale organisaties, met PAHO. En het zou goed zijn die presentatie voor uw commissie Volksgezondheid te houden, omdat wij een presentatie hebben gehad in regeringsverband gisteren, waarbij per resort is aangegeven hoeveel kinderen ziek zijn geworden. En het is niet zo, dat is ook informatie die ik wil delen, dat het gelokaliseerd zou zijn in bepaalde buurten alleen. Het is nationaal en derhalve moet ook dus een nationale aandacht zijn voor de behandeling.